Vanaf 1 januari mogen alle winkels in de gemeente Groningen op zondag vanaf 12 uur open. In Groningen was dat al het geval, maar in Haren en Ten Boer nog niet. Vanwege de fusie van Stad, Ten Boer en Haren moet dat gelijk worden getrokken. Ook tijdens de Paas- en Pinksterdagen en op tweede kerstdag mogen alle winkels vanaf 12 uur tot 10 uur open. Op eerste kerstdag blijven de winkels gesloten. De overige dagen van de week mogen de winkels in de nieuwe gemeente Groningen van 6 uur tot 10 uur 's avonds open zijn. Wij moesten harmoniseren, dus we moesten eigenlijk één nieuwe regeling maken voor de hele nieuwe gemeente, dus ook voor Haren en Ten Boer. Nou, wij begrepen uit Haren en Ten Boer dat eigenlijk de manier waarop het daar ging met de winkeltijden op zondag ze eigenlijk wel goed beviel. Dus in Ten Boer was eigenlijk niks mogelijk. En in Haren deed men dat gezamenlijk 10 tot 12 keer per jaar. Zij zouden het eigenlijk wel willen behouden, hebben wij begrepen, met uitzondering van de supermarkt in Ten Boer. Dus door de regels van de gemeente Groningen ook van toepassing te verklaren op Haren en Ten Boer, hebben ze eigenlijk de mogelijkheid om dat zelf te gaan regelen. Dus dat betekent eigenlijk dat voor de winkeliers in Haren en Ten Boer er in de praktijk niet zoveel zal gaan veranderen. De Groninger City Club liet deze week weten zondags de winkels vroeger te willen openen. Namelijk vanaf 8 uur 's ochtends. En dat gaat niet door. Bij zondagsopenstelling zijn natuurlijk altijd ondernemers die nog meer ruimte zouden willen. Nou, je kan je afvragen wie daar zin in heeft om zondag om 8 uur dat te gaan doen. Maar goed, de 12 uur, die is eigenlijk bedacht in de vorige collegeperiode. Ook omdat een handreiking naar een deel van de gemeenteraad die ook heel erg hecht juist aan de rust op zondagochtend. We zien nu dat in de praktijk dat eigenlijk vrij goed functioneert. Dus voor ons ook geen aanleiding om dat nu aan te passen. Maximaal 13 nachtwinkels mogen geopend zijn tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends.